Goedemiddag allemaal. Kunnen jullie mij goed horen? Oké, toppie. Als even in de chat kijken. Voilà, iedereen is het antwoorden. Dankjewel daarvoor. En dan gaan we eens een keer gelijk beginnen met ons webinar over het hoesten bij paarden en wat je er exact aan kunt doen. De bedoeling is dat als je een vraag hebt, dat je die al in de chat zet. Ik heb iedereen op mute gezet, want anders met een deel mensen is dat nogal redelijk rumoerig. En dan ga ik regelmatig een keer terug naar de chat om te zien of dat er vragen zijn. En die zal ik dan ondertussen ook behandelen. Dus ik ga hem nu even uitzetten. Mijn paard hoest. Wat nu? De oorzaken, de manier van behandelen, de symptomen waar je naar moet kijken, gaan we uitleggen. Je gaat ook zien dat het eerste deel gaat eigenlijk vooral redelijk begrijpbaar zijn. Het tweede deel, daar ga ik ook al uitleggen aan de mensen die daar bij mij al opleidingen gedaan hebben. Dat zit er een heel deel tussen. Hoe dat je specifieke oorzaken van hoest kunt aanpakken. Dat is allemaal redelijk Chinees. Je zult ook wel merken dat wanneer we daar dieper op ingaan, dat het ook gewoon in het Vlaams begrijpbaar is. En dat je dus ook op een andere manier kunt zien of kunt leren hoe dat je paard gaat behandelen. We gaan het hebben over acute en chronische hoest, het verschil daartussen, de verschillende oorzaken en de symptomen en uiteraard ook de oplossing. Wat kun je regulier doen? Wat kan een dierenarts doen? Wat kun je zelf doen? Wat doet een shiatsu practitioner? Dus dat is hetgeen dat wij doen van werk. Ik zie dat ik hier per ongeluk in mijn presentatie wat gekribbeld heb. Dus mijn excuses daarvoor. Goed, wat zijn nu de oorzaken van een hoest? En wat is het verschil tussen een acute en een chronische hoest? Nu, er zijn verschillende oorzaken. Er kan een irritatie zijn op de keel door een allergische reactie. Bijvoorbeeld pollen in de lucht. Of een reactie op specifieke boomsoorten. Het kan ook zijn dat als er bepaalde stoffen irriterend werken, dat kan zelfs zijn zo'n manenspray of zo'n antivliegenspray, dat je paard daar eigenlijk op gaat reageren als die luchtwegen al redelijk gevoelig zijn. Sinusproblemen. De sinussen bij een paard, bij ons ook, de sinusholte, die zitten eigenlijk tussen de ogen. En dan bij ons hier aan de achterkant van de neus. Ook bij die paarden zitten er eigenlijk een soort van sinusholtes. En soms kan het zijn dat door bijvoorbeeld een schimmeltje dat in het hooi zit en naar binnen komt, dat begint te irriteren. Dat die paarden even beginnen te niezen ook. Dat die niet alleen gaan niezen, maar dus ook als er die slijmen in de keel komen, dat die beginnen te hoesten. Ik ga niet even de deur dichten, want mijn hond is ergens een fles kapot aan het bijten. Momentje. Sorry. Dus die sinusproblemen kan zijn een virale of bacteriële infectie, niet alleen op de sinussen, maar ook echt de hoogte van de luchtwegen. Hoe kan dat komen? Een nieuw paard dat bijkomt op stal, die dan ziek is en dat wordt net zoals een virus gewoon overgedragen via de lucht. Of je zet een paard even in een andere stal en er heeft juist een ziek paard gestaan. Dus dat kan ook zijn dat hij een virale infectie krijgt. Net zoals bij ons dat gewoon een verkoudheid kan zijn of een griepje of de COVID. Het ene paard is er ook al gevoeliger aan dan het andere. Wat is er nog een mogelijke oorzaak? Een slechte kwaliteit van strooisel, maar ook slechte kwaliteit van het hooi of van het krachtvoer. Dus dat kan zijn dat er schimmels in het eten zitten. Als er bijvoorbeeld te veel vocht in de stallen is geweest of je hebt van die heel grote silo's waar ze de korrels inkappen,
heel vaak aan de binnenkant zie je gewoon dat het allemaal, ja, dat dat gewoon allemaal aangekoekt is en dat dat beschimmeld is. Als je paard dat continu binnenkrijgt en die zijn weerstand is al wat lager, wordt hij daar ook enorm gevoelig aan. Als er heel veel stof is, bijvoorbeeld paarden die daar in een stroostal staan en het wordt opgestrooid, of paarden die daar op houtkrullen staan en dat stof van die houtkrullen werkt irriterend ook op die luchtwegen. Waar kunnen ze nog op reageren? Een ammoniakrijke lucht in de stal. Dus als die stallen echt te vuil zijn of, die, of er is veel te veel urine in de, zeg het eens, in de stalstrooisel, dan komt die ammoniakgeur eigenlijk redelijk sterk omhoog. Stel dat je een paard hebt dat daar ergens in een schuur staat of op een grote stal waar dat er heel veel, een heel hoge luchtvochtigheid is, dan kunnen er ook schimmels aan de muren hangen. Als er onvoldoende verluchting is, kan dat ook weer de schimmelgroei activeren. Dus je gaat dat ook wel merken aan je paard. Of eens dat je begint te zoeken naar de oorzaak van de klacht aan waar het ligt. Weinig beweging. Dus hoe minder beweging dat je hebt, hoe meer ook, ja, hoe minder ademhaling dat er gaat zijn. En hoe zwakker dat je immuunstelsel eigenlijk wordt. Spanning kan ook te maken hebben met een hoest. Dus paarden die enorm hard gespannen zijn, dan kan dat zijn dat die hun borstkas zodanig begint op te spannen dat van het moment dat die beginnen te bewegen, dat die dan ook beginnen te hoesten. Wanneer wordt een hoest nu... wanneer is het een acute hoest? Dus dat is echt dat je denkt van dag op dag, plots, ineens... Ineens begint mijn paard te hoesten. Dus bijvoorbeeld, dat is ook het stukje dat ik op Facebook had gezet. Op het moment dat je paard, nadat hij bijvoorbeeld 2 dagen dat het winderig weer geweest is, en je begint dan terug te rijden, en ineens is hij aan het hoesten, dat is echt een acute hoest. Stel dat je daar niks aan doet, of dat je niet weet wat je daar aan moet doen, dan kan het zijn dat dat een aantal dagen tot een aantal weken blijft duren. En zelfs als je paarden zodanig verzwakt zijn, dat dat op een gegeven moment echt een chroniciteit wordt van maanden of jaren echt een chronische hoest te hebben. Naar gelang ook welke hoest dat het is, gaan we straks onze behandeling daarop afstemmen. Wat moet je nu zeker ook nog op letten? Dat zijn de symptomen van een hoestend paard. En ook afhankelijk van de soort hoest dat je paard heeft, acuut of chronisch, ga je ook andere symptomen herkennen. Acute hoest bij paarden wordt meestal veroorzaakt door een virusinfectie. En dat is eigenlijk, duurt dat redelijk kort. Dat kan gepaard gaan met koorts, met kortademigheid. Ook een loopneus. Dus dat, eigenlijk, dat snot dat zo wat doorzichtig is. Maar dat je denkt, van, tja, die heeft toch veel meer snot dan gewoonlijk. De lymfeklieren die gezwollen zijn, eigenlijk net over de overgang tussen de kaak en de halswervels. Dus dat je daar ziet dat die klieren ineens dikker zijn. Het kan ook zijn dat die uiteraard, en die krijgen zowat spierpijn ook, die beginnen moeilijker te zijn in het rijden. Dus die beginnen moeilijker nageeflijk te zijn. Die vinden het gewoon heel lastig ook dat je paarden aanraakt soms. Omdat die zodanig veel spierpijn hebben, zodanig veel spanning doordat ze ziek zijn. Je gaat ook merken dat die bijvoorbeeld veel minder hoesting hebben om te eten, dat die veel minder zin hebben om in hun omgeving weer wat rond te kijken. Die hebben veel minder belangstelling voor hun omgeving. En waar je ook vooral op moet letten, is op de ademhaling dat je paard in rust heeft. Als je normaal gezien, als je zelfs niet merkt dat hij ademt, dat is eigenlijk vrij normaal. Vanaf dat je ziet dat je paard in rust zelfs met zijn flanken begint te ademen, of dat je echt hoort dat je paard aan het ademen is, dan weet je al van, tja, er is echt iets niet oké. En dat kan zelfs zijn zonder dat hij aan het hoesten zijn. Hè. Zweten, dat is ook een belangrijke symptoom dat je paard eigenlijk zo ziekjes aan het worden is. Ook tijdens het rijden heel snel vermoeid zijn, gebrek aan motivatie hebben. En ook als die neusvloeien, dus als dat snot in plaats van gewoon doorzichtig, dat ineens
dik begint te worden, dat dat dik en wit zie, of van die gele vettige slottenbellen, dan weet je ook van, er is echt wel meer aan de hand. En dat is iets waar we dadelijk ook nog naar gaan kijken, wat je daaraan kunt doen. Westers gezien gaan ze zeker bij chronische hoesters ervoor zorgen dat dat lijkt of dat die paarden onvoldoende lucht krijgen. Ze gaan er eigenlijk voor zorgen dat die paarden ventopulmin krijgen. Dat zet die longblaasjes open, waardoor die paarden veel meer zuurstof kunnen binnenkrijgen. Dat product dat werkt heel goed. Alleen vanaf het moment dat je stopt met dat product, ga je ook wel merken van, tja, die hervalt gewoon. Dus de oorzaak van het probleem is dan niet aangepakt. Uiteraard, als je met een heel zwaar bacteriële infectie zit, dus met heel dikke vette snottenbellen, met hoge koorts, dan gaat je dierenarts ook ingrijpen met bijvoorbeeld antibiotica te geven. Bij een gewone verkoudheid gaat je dierenarts zeggen van, weet je, soigneert hij het te goed, maar aan een gewone verkoudheid, je kunt wel extra vitamine C bijgeven, je kunt die vitamine E bijgeven, een heel vitaminepreparaat geven, om ervoor te zorgen dat die weerstand wat beter omhoog kan gaan, maar voor de rest kunnen ze er eigenlijk vrij weinig aan doen. Wat je nu zelf kunt doen, is van het moment dat je merkt dat je paard telkens opnieuw begint te hoesten als het echt heel winderig weer is, ongeacht of dat je nu op de wei staat of gewoon ergens op stal staat, kun je die een deken opleggen, gewoon een 0 grams deken, met een nekstuk. En waarom is dat zo belangrijk, dat nekstuk? Dus op zich is dat niet belangrijk om dat lijf warm te houden, maar de Chinezen die wisten al 5000 jaar geleden dat als je de achterkant van je nek hebt, dat als dat bloot is en je zet er wat gevoelig aan, van het moment dat je in een tocht gaat staan, dat je 2 minuten later al een drupneus krijgt. Of als je echt de hele tijd buiten hebt gestaan, zeker de paardenmensen die staan uiteraard, zeker in de winter ook heel vaak buiten. Maar als je niet goed zit aangekleed en je hebt geen sjaal en je hebt geen kap opgezet, dan gaat je op een gegeven moment naar binnen komen, heb je echt een drupneus. En dan ga je ook merken van, tja, ik heb precies zo een hoestje. Dat is eigenlijk hoe dat de Chinezen dat noemen, een aanval van koude wind. Als je dat tegen een dierenarts gaat uitleggen, die zeggen echt van, je bent echt zo zot als een achterdeur. Maar je moet het maar eens een keer proberen. Hè. Proberen kan geen kwaad. Als je dat paard gewoon een 0 grams deken oplegt, dus gewoon een regendekentje met dat nekstuk erop, ga je merken dat in een dag later dat hij niet meer hoestte. Ben ik gewoon eens even aan het zien. Zien jullie die strepen ook op die presentatie? Ja. Tja, dat is echt raar. Er kwam net die gele streep hier nog bij. Vreemd. Zwet. Maar dat is toch wel raar dat je op mijn presentatie kunt tekenen, Robin. Vreemd. Ja, dat zijn echt externe pathogene factoren. Die zullen we dadelijk eens, eens verjagen. Oké. Het Oosterse verhaal, ik zal daar misschien duidelijk ook, want Sabine, dat is inderdaad een goede, die externe pathogene factor, dat is iets van buitenaf waar je geen controle over hebt. En die Chinezen noemden externe pathogene factoren, onder andere wind, dus de tocht dat je van buiten hebt, maar ook de virussen, bacteriën, schimmels, waar het die 5000 jaar geleden echt nog geen weet van hadden, maar die wisten van al hetgeen dat er van buiten komt, het is van dat je niet van in je systeem zelf hebt, dat is een externe pathogene factor. Dus ongeacht of dat nu dat virus een bacterie is, of dat ook echt een tocht is, of de koude, of te veel warmte, dat komt eigenlijk allemaal van buitenaf. Wat dat heel belangrijk is, is te weten dat je externe pathogene factoren via acupunctuurpunten, dat je die kunt verjagen. Als
Als je met shiatsu gaat werken, dat zijn eigenlijk de volgende slides. Als je met shiatsu gaat werken, dan ga je zien dat naar gelang de symptomen dat je je behandeling kunt gaan aanpassen. Ook naar gelang de symptomen gaat je ook andere kruiden geven. Dus dat zijn dingen waar je zelf wel kunt doen. Dat zijn de kruiden gaan bijgeven. Maar je moet exact weten welke kruiden. Want wat je hebt, is dat als bijvoorbeeld je paard met een verkoudheid zit, en pak het even letterlijk, verkoudheid. Dus als je echt last heeft van de koude, en dat de symptomen erger worden bij koude, dan moet je eigenlijk verwarmende kruiden gaan geven. Meestal zijn dat Chinese kruiden, en dat zijn al heel veel samenstellingen waarbij dat je weet van, oké, dat kruid moeten we voor dag geven, dat kruid moeten we voor dag geven. En dat is al een pilletjesvorm. De kruiden die we hier in het Westen kennen, die hebben ook een heel specifieke functie. Dus ga zeker eens een keer na of dat die kruiden opwarmend werken. Bijvoorbeeld kaneel werkt opwarmend, kruidnagel werkt opwarmend. Dus dat zijn producten dat je kunt gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat dat lijf terug wat warmer krijgt en dat je op die manier eigenlijk dat hoestje kunnen gaan verjagen. Andersom, stel dat een paard met dikke, vettige snottenbellen staat en je wilt met kruiden gaan ondersteunen nadat je van je dierenarts gehoord hebt van oké, het is oké, het is niet al te erg, dat de koorts ook niet te hoog is, dan kun je met afkoelende kruiden ook heel veel goede ondersteunende dingen doen. Dus houd zeker in het oog, als je een droge hoest hebt, dan geef je ook weer een ander soort kruiden. Gaat dat gepaard met snot, met koorts, met spierpijn, met stijfheid, futloosheid, een doffe vacht? Je moet echt exact weten waar je paard mankeert vooraleer dat je kunt gaan behandelen. En ik kan eens even kijken bij de deelnemers. Els zit daartussen. Sophie. Marijke. Dus zijn eigenlijk allemaal mensen dat de opleiding doen. Die gaan daar best wel veel aan hebben. Charlotte. Becca, Dieuke. Dus voilà, de komende slides gaan zeker in de Shiatsu Pro. En dus jullie hebben nu al de Shiatsu Advanced gezien, waarbij je alle behandeltechnieken hebt gezien. De Shiatsu Pro, dat is eigenlijk, hier gaat je al een klein stukje, dat is al zo'n tipje van de sluier, waar je exact kunt doen voor specifieke hoestpatronen. Oké, wat doet nu een shiatsu practitioner, volgens de traditionele Chinese geneeskunde, die gaat bekijken of dat het externe of interne pathogene factoren zijn. Een pathogene factor, dat is een ziekmakende factor. Dus komt het feit dat je ziek is, dat paard, van ergens van buiten, of komt dat van binnenin? En dan zijn er, hoestgerelateerd, een aantal mogelijke opties. Je hebt onder andere een aanval van koude of warme wind. Die koude wind had ik juist al een klein stukje uitgelegd. Je hebt ook een long-yin-deficiëntie. Zal ik daar nog wat meer uitleg over geven. Ook een long-chi-deficiëntie. Koude of warmte flegma op de long. Droogte op de long en een rebellerende long-chi. Als je nu kijkt naar een aanval van koude wind, en eigenlijk wil ik je gewoon doen nadenken. En eigenlijk ook doen attent maken op de verschillende symptomen dat je paard zal vertonen. Als je een fameuze aanval hebt van koude wind, dan heeft je paard, dan ga je ook zien dat hij ook effectief aan het rillen is. Het kan zijn dat hij koorts heeft, maar je gaat meer, of je aandacht gaat eigenlijk meer gaan van, tja, die rilt echt. Die rilt precies echt van de kou. Wat doet nu dat lijf? Dat reageert gewoon op die aanval, zo gezegd, van de koude wind. Dus als dat paard in de winter helemaal nat geregend is, die heeft er al dagen, hè, want het is winter, die staat er eens op een wei, onbeschut, die heeft er al dagen in de regen gestaan, die heeft geen beschutting, die is al een klein beetje verzwakt, en dan begint dat ook nog heel hard te sneeuwen en te waaien en noem maar op, dan is de kans vrij reëel dat dat paard echt gaat beginnen te trillen. Echt om zijn eigen warm te houden. Dus dat lichaam reageert eigenlijk met rillen om terug dat lichaam proberen op te warmen. Wat gaat hij nog hebben?
als je daarover gaat, over heel deze lijf, al zijn er nog maar aan borstelen, overal spierpijn. Die draait naar alle kanten als je daar met een borstel aankomt, of die wordt zelfs heel boos dat je die wilt proberen te borstelen. Dus dan weet je al van, tja, waarom is ze nu zo gevoelig? Als je dan ook nog ziet dat je paard, of hoort dat je paard zo wel zwaarder ademt, of dat je echt denkt van, tja, die is precies zo aan het reutelen, die heeft precies zo'n verstopte neus. En die heeft ook doorzichtig snot. En die loopt regelmatig wat te, zo, wat te briezen. Bij de mensen wordt dat dan niezen genoemd. Dus als je zelf, hè, want ik heb ook een stukje naar de mens gezet, als je zelf de zo een verkoudheid begint te krijgen, meestal na een tijd weten we wel van, oei, je begint precies wat verkoud te worden. Je merkt dat ook aan je keel, als je dan praten zet, dat je precies zo'n schorre keel krijgt. Als mens kan het zelfs zijn dat je hoofdpijn krijgt. En die paarden, als die, of mensen ook, als je echt in het werk bent of als je bent echt aan het trainen, dan is het heel opvallend dat zelfs met een intensieve training dat je niet zweet. En als je, dat ziet er niet uit natuurlijk als je dat gaat doen, maar als je tong uitsteekt voor de spiegel en je kijkt dan van, tja, daar zit echt precies zo'n wit laagje over je tong, in combinatie met een aantal van deze symptomen, dan kan het zijn dat je effectief een aanval hebt van koude wind. Wat kun je dan doen? Dan zie je hier op die tekening, ziet je daar een heel deel acupunctuurpuntjes staan. Die DID4, dat wil zeggen dikke darm 4. Dus op elk paard, elke mens, elke hond, elk zoogdier eigenlijk, heeft een heel deel meridianen of energiebanen over het lichaam lopen. Elk van die energiebanen heeft een heel deel acupunctuurpunten die elk ook weer een eigen functie hebben. En ik heb er nu eigenlijk voor het gemak van de studenten de puntencombinatie hierbij gezet dat je kunt gebruiken. Er zijn nog meer mogelijke punten, hè, maar dit is eigenlijk een makkelijke combinatie om ervoor te zorgen dat je koude wind kunt gaan verjagen. Dus een dikke darm 4 ligt aan de binnenkant van het voorbeen net onder de voorknie. Dikke darm 19 en 20 liggen vlak aan de neusvleugels. Dus ook bij jezelf, als je een verstopte neus hebt en je kunt daar met je pink naast je neus, neusvleugels, daarop duwen, ga je merken als je dat een minuutje of twee minuutjes vasthoudt, dat je neus terug begint open te gaan. Dunne darm 10 zit ter hoogte van het schouderblad. Dunne darm 18 zit hier al terug ter hoogte van het heupbeen. En dan heb je nog blaas 9 en 12. Dus die acupunctuurpunten zitten op je hoofd, op je, hier op je kaken. Dikke darm 4 zit bij de mens hier op je hand. Als je die linken kunt leggen tussen mens en paard, is dat al wel makkelijk om ook jezelf te kunnen gaan behandelen. Maar zeker ook als je de paarden wilt ondersteunen in verkoudheid, dan kun je die punten gaan doen als je 100% zeker bent dat het een aanval is van koude wind. Dus dan, hetgeen dat het meest opvalt, is de pijn. Heel vaak paard gaan er met koude rillingen. En die snotneus. Dus vooral die snotneus met doorzichtig snot en die spierpijn, dat is bij paarden een heel belangrijke. Om te weten dat het een aanval van koude wind is. En voor de mensen die de opleiding volgen, de maag 36, die kun je gebruiken om koude wind en vocht te gaan verjagen. Dus maag 36 ligt vlak onder de knie. Ik heb er subiet, je staat er subiet ook nog ergens tussen. Die kun je er zeker ook nog gaan bij doen. Wat is nu het verschil? Als je een warme wind krijgt, dan krijg je ook koorts, maar eigenlijk meer koorts dan dat je koude rillingen krijgt. Je krijgt keelpijn, ook weer een verstopte neus of een loopneus, maar dan wel met van die geelsnottenbellen. Hoofdpijn. Die ligt te zweten, of die staat te zweten. Ah, nee. Dan moet staan licht met CH. Dus licht zweten. Sorry voor de fout. En dorst. Dus als je mij... Dat is ook gewoon logisch nadenken. Als je ziet dat je paard meer begint te drinken, kan dat zijn omdat hij keelpijn heeft, omdat hij dat eigenlijk wilt gaan afkoelen op die manier. Maar ook omdat als er heel veel warmte is,
Als je op een gegeven moment, ik zeg maar iets, als je in een sauna zit en je komt eruit, dan aan de tijd begin je dorst te krijgen. Dat is omdat je lichaam gewoon heel veel warmte binnenkrijgt. Dan krijg je dorst. Dus dat is ook een hele belangrijke om in je achterhoofd te houden. Van, tja, dat paard dat drinkt meer. Je staat precies zo met zijn hoofd zo, gewoon de hele tijd tegen de muur. Of die komt precies zo met zijn hoofd zo tegen je hangen. Dus precies, die heeft hoofdpijn. En die een hoest en die zwiert er wat zottebellen uit. Dat je denkt van, ah, tja, dat is toch... Dat zie je toch wel redelijk wit, of zo wat geel of oranje of groen. Dan weet je, ah, dat is een aanval van warme wind. Wat je kunt doen, als je de lippen van je paard opzij omhoog trekt, dan kun je ook zien dat de zijkant van die tong en ook het puntje van die tong, dat eigenlijk een beetje rood aan het worden is. En de tong zelf, dus als je je hand of je vinger even zo langs de binnenkant er tegen zit, zodat dat paard begint te kauwen, dan ga je ook zien dat er een geel, een dun geel of een wit laagje daarover zit. De dikke darm 4 en de 19, dat hebben we eigenlijk juist ook al besproken. Maar daarboven komt ook nog de long 3, 6, 7, 8, 10 en 11. Dus dat is eigenlijk bijna heel de longmeridiaan. En dan dunne darm 7 tot en met 10. De 18 er ook terug bij. Dan blaas 2 tot en met 7. En dan blaas 13, dat is eigenlijk het U-punt van de long. Dat is het referentiepunt van... dat eigenlijk op de rug ligt van de... Wacht, hè. Dus het referentiepunt, of het U-punt, dat ligt op de blaasmeridiaan. En de blaasmeridiaan is die blauwe lijn dat je aan de bovenkant op die rug ziet. En op die blaasmeridiaan zijn een heel deel acupunctuurpunten die in verbinding staan met de verschillende organen. En bijvoorbeeld die blaas 13, die is gerelateerd met de long. En zo zijn er een heel deel punten gerelateerd met al die organen. Dus die punten, als je dat zelf wilt gaan behandelen, je kunt ook, als je nog geen shiatsu gedaan hebt, dan kun je ook denken van, oké, dat zit ongeveer daar. Ik ga gewoon mijn handen erop leggen. Je gaat zien dat je paard er ongelooflijk dankbaar voor gaat zijn. Dan heb je ook nog een long-yin-deficiëntie. Als je misschien ook heel kort uitleggen het verschil met yin en yang. Yin is het vrouwelijke stuk, yang is het mannelijke stuk. Yin is water, yang is droogte. Of water, yin is vocht, yang is droogte. Yin is koud, yang is warm. De hemel is yang, de aarde is yin. Al hetgeen dat kan vliegen is yanger dan al hetgeen dat op de grond alleen maar staat. Dat is hetgeen op de grond staat is yin. Het, zeg maar iets, hè. Het yin-stuk van de wortel is hetgeen dat in de aarde zit. Het yang-stuk van de wortel is hetgeen dat wat meer naar boven groeit. Dus er is heel veel te doen, zogezegd, om yin en yang. Wat dat hier vooral voor staat, de yin waar dat voor staat, is eigenlijk het vocht. Dus als de long yin, dus als het longvocht tekort is, en deficiëntie staat voor tekort, dan moeten we ook eens gaan inbeelden. Normaal gezien moet een long, en ik dacht in het begin altijd dat gewoon twee zakken waren waar het dan wel lucht in pompte, dat echt gelijk als een blaasballig, maar dat is dus niet. Een long, dat is eigenlijk een heel grote, daar zitten een aantal kwabben in. Als je dat doormidden snijdt, dan is dat eigenlijk gewoon één grote oppervlakte waar dat longblaasjes in zitten. En het zijn eigenlijk die longblaasjes die daar omgeven zijn door haarvaatjes. Waar dat die lucht inkomt, dan wordt de zuurstof dat je vanuit de lucht binnenhaalt in het bloed afgegeven. En dat wordt zo voortgestuurd naar je lichaam, zodat de zuurstof in het bloed de rest van je lichaam kan gaan voeden. Om een goede ademhaling te hebben, moet die long natuurlijk goed soepel zijn. Want je wilt dat die kan uitzetten als je inademt. Helemaal kan dichtgaan als je terug uitademt. Als je weet dat het vocht, vanaf het moment dat je vocht wegpakt, dat het dan allemaal taaier begint te worden, dat het niet meer zo gemakkelijk gaat, dat eigenlijk de souplesse begint weg te gaan, dan kun je ook al wel inbeelden van, oké, dan kun je eigenlijk ook al niet meer zo goed ademhalen. En wat je dan ook nog hebt, door het feit dat er te weinig bevochtiging is, gaat dat opdrogen. Dus een hoest dat je gaat krijgen, dat is een droge hoest. En
dat kan zelfs zijn, als dat heel lang duurt, dus dan zit je echt al met een chronische hoester, dan zorgt die longindeficiëntie ervoor dat eigenlijk die rochel dat vanuit je keel komt, maar dat komt dan deels vanuit je longen, dat er ook bloed bij zit. Een droge keel, als je dat zelf hebt, dan die mensen die drinken gewoon ontzettend veel. Die zijn continu, die hebben continu dorst. En die hebben ook continu zo, die zien er ook uit als ze continu zo van die blosjes op hun wangen hebben. Dus als je dat bij een mens ziet en je ziet dat hij een droge hoest heeft, dat hij ook af en toe zo'n vettige rochel erbij heeft en dat er zelfs bloed bij in zit. En die zit daar al heel, heel, heel lang mee. Meestal is dat met oude mensen of mensen die al een voorgeschiedenis hebben met longproblemen. Als je dat met een paard hebt, zijn dat ook meestal paarden die dat heel zwaar verwaarloosd zijn geweest, die heel zwaar ondervoed zijn geweest. Omdat normaal gezien je lichaam in normale omstandigheden probeert je zo goed mogelijk alles te herstellen. Maar als je ondervoed zit of je hebt niet de juiste verzorging gehad of je bent gewoon verwaarloosd geweest, dan soms kan dat lijf gewoon niet mee. Als je dat westers gezien gaat bekijken, dan gaan ze zeggen, die heeft een bronchiet of een longontsteking. Maar dat is natuurlijk al, dat is echt al een heel ernstige yin-deficiëntie. Als dat nog maar net is, en je zit met een droge hoest en die blosjes op je wangen, en je hebt heel veel dorst, en s'nachts, je wordt echt zeiknat van zweet wakker, of je paard overdag zweet je niet, en s'morgens staat hij ook helemaal nat bezweet in zijn stal, dat je echt denkt van, maar nee, hoe kan dat nu? Het is toch helemaal niet warm? En toch is dat is dan een van de symptomen van een long-yin-deficiëntie. Ik heb dat tekeningetje bij op de... Of althans de tekening van de acupunctuurpunten bij op het volgende tekeningetje gezet. Omdat je, als je een long-qi-deficiëntie hebt, gaat je ook op soortgelijke punten werken. Een long-qi-deficiëntie gebeurt best wel vaak bij zowel mensen, paarden als honden. En wat wil dat zeggen? Je longenergie, dus dat is eigenlijk de energie die ervoor moet zorgen dat je huid goed soepel is, dat die goed bevochtigd is, dus dat je geen droge huid krijgt, dat je voldoende energie hebt voor alles, dat je een stem hebt die luid en duidelijk kan klinken, dat je ademhaling goed gaat, dat je niet vaak ziek wordt. Maar van het moment dat je door oververmoeidheid bijvoorbeeld, door heel veel stress, door een verkoudheid die dan nog niet volledig genezen is, dan kan het zijn dat je longenergie een klein beetje gaat afnemen. En dan gaat je eigenlijk klachten ontwikkelen, en je paard dus ook. Zoals vermoeidheid, een zwakke stem. Ja, bij paarden gaan we daar minder vaak op letten, omdat je... Ja, die zitten niet aan de dag te babbelen. Die gaan overdag gemakkelijk zweten. En waarom is dat? De longenergie, die zorgt er ook voor. Ik heb juist gezegd, van, dat zorgt ervoor dat je huid goed soepel moet blijven. Maar je longenergie heeft eigenlijk als functie om de poriën van je huid, om die te openen als je moet zweten en te sluiten als je gewoon normaal... in normale omstandigheden zit. Vanaf het moment dat je longenergie eigenlijk te laag is, dus dat je helemaal tot uitputting gaat, wat krijg je dan? Dat zijn eigenlijk die poriën die gewoon blijven openstaan. Dus van die mensen, of zelfs paarden, maar je ziet dat minder vaak bij paarden voorkomen, maar bij mensen wel, die dat continu, voor het minste beetje dat die doen, dat die echt zeiknat bezweet zijn, dat die met een handdoek rondlopen, dat die continu zweet aan het afkuisen zijn, en dat je echt denkt van, allee, het is toch helemaal niet warm? En die mensen, die hebben ook niet echt speciaal warm, maar die zweten continu. Dus als je bij zulke mensen de longmeridiaan kunt gaan, terug gaan activeren en ervoor kunt zorgen dat die energie terug wordt omhoog gezet, ja, dat gaat er dan wel voor zorgen dat die hun eigen binnenkortse keren anders gaan voelen, dat die poriën zich gewoon terug normaal gaan sluiten, dat die ook niet meer zoveel zweten. Wat zijn de symptomen? Vermoeidheid, dat heb ik juist al gezegd. Maar ook het gemakkelijk verkouden worden. Dus als je een paard hebt dat je denkt, maar alleen, nu heeft hij dat weer.
Die zegt, een heel jaar tijd, dat je denkt van, maar alleen moet ik alle vijf voeten in dieren uitspellen, dan is alle vijf voeten, staat hij met snottenbellen, dan staat hij met een hoestje, dan eten we een wondje dat niet kan genezen op de huid, uw huid, de kwaliteit van uw huid, heeft daar ook mee te maken. Dan is die weer, dan is weer moe, dan wil hij weer niet dit, dan is het weer dat. Dus al die dingen, als je zo weet van, dat gebeurt toch wel vrij vaak, en er zit af en toe zo eens een kusje tussen, dan moet je eigenlijk al gaan nadenken, oké, misschien is je longenergie gewoon te laag. En dan kun je een shiatsu-therapeut of een acupuncturist bij je laten komen, die dat ervoor kan zorgen dat die long-chi, of die longenergie, terug zijn normale functie krijgt. En dat die weerstand ook terug normaal gaat zijn. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat we doen als we paarden gaan behandelen. Wij onderzoeken die, we kunnen zien van, heeft die last van de immuniteit, of heeft die last van spierpijn, of waar zitten er specifieke linken. En dan weten we ook op welke meridianen en meer specifiek op welke acupunctuurpunten dat we moeten gaan werken. En in dit geval, bij een long qi deficiëntie, kun je die maag 36 erbij pakken. Die zit op het achterbeen. En dat is ook een punt dat om het even welke energie van welk orgaan dat er te laag is, dat je kunt gaan nemen om ervoor te zorgen dat er terug geactiveerd wordt. Dus dat is eigenlijk zo een Red Bulletje in een acupunctuurpunt. En als je dat kunt gaan ondersteunen door maag 36 en ook een blaas 13, dus dat is eigenlijk het U-punt weer terug van de long en het punt eronder, blaas 42, dat ondersteunt de longfunctie weer. Dan dik daar een 20, die is hier de droogte van de neus. Alle punten die hier op de borst liggen, hier aan de voorkant, die hebben te maken met de maag 14, 15, long 1, long 2. Dus die dienen eigenlijk om gewoon die borstkas terug open te zetten en die energie terug te laten stromen. Ook een long 9. Bij ons zit je, als je een duim hebt en je beweegt je, vlak voordat je je pols hebt, dan zit dat aan de onderkant van dat bot van je duim, daar zit long 9. Dus dat is ook een hele goeie om ervoor te zorgen dat die longenergie terug hebt, wat sterker wordt. Ik zie hier juist een berichtje binnenkomen van Vera. Astma, waar valt dat onder? Heel vaak is astma een stukje dat deels genetisch bepaald is. Dus als je ouders een slechte of een minder goede long- en nierenergie hebben, zijn ze al gevoeliger aan astma. En ook aan allergieën. Astma, hoe dat je het westers gaat bekijken, valt Chinees gezien ook onder die longenergie. In combinatie met zowel de lever als de nierenergie. Dus als je astma wilt gaan ondersteunen, ik zeg niet dat dat hocus pocus weg gaat zijn, want je gaat dat echt wel moeten gaan ondersteunen. Maar je kunt dat absoluut ondersteunen door op die longmeridiaan te gaan werken en ook te gaan kijken wat de exacte symptomen zijn. Want niet alle astmapatiënten hebben dezelfde symptomen. Bij de ene gaat hij eerder reageren op stress. Nog een andere gaat reageren en moet denken aan eerder een combinatie met de lever. Nog een andere gaat gaat reageren als hij bijvoorbeeld als er te veel of te weinig bevochtiging in de lucht hangt. Nog een andere gaat reageren op bepaalde stoffen. En nog andere mensen weten totaal niet van waar dat komt. Maar heel vaak, als je naar een acupuncturist gaat of iemand dat al jarenlang shiatsu doet, kan die echt wel gaan ondersteunen. En waar je ook absoluut voor moet gaan kijken, is dat je tot op celniveau kunt testen of dat er geen schimmelbelastingen op je longen of op je luchtwegen zitten. Of dat daar niet bacteriële infecties, oude bacteriële infecties op zitten, dat je... Of zelfs als de astma op latere leeftijd ontwikkeld wordt, dat je bijvoorbeeld dat is ten gevolge van Epstein-Barr, de kuskusziekte, omdat dat je systeem gewoon helemaal overhoop gooit. En dan kun je met shiatsu of acupunctuur nog zo goed gaan behandelen als je wilt, maar als er echt een irriterende belasting op zit, ja, dan ga je ook wel merken dat shiatsu alleen het hem echt niet gaat doen. Stel dat je reageert bijvoorbeeld op citroenzuur, waar dat in... Dat is een bewaarmiddel. Er zitten enorm veel
zeg het eens, in enorm veel blikjes en voorbereide maaltijden. Dus dat is eigenlijk een schimmelweerder. Maar als je al last hebt, bijvoorbeeld van een huisschimmel, omdat je in een vochtig huis woont of gewoond hebt, ja, dan kun je daar al op reageren. En zo'n dat bewaarmiddel is eigenlijk van een aspergillus gemaakt. Dus van het moment dat je dat dan binnenkrijgt, begint je lijf nog extra hard te reageren. Bij de ene die krijgt gewoon gewrichtspijnen, maar astmapatiënten, dat kan even goed zijn dat het gewoon die longen slaat. Dus het is een klein beetje en longgerelateerd, uiteraard, maar ook voedingsgerelateerd. Soms kan het zijn dat, dat je op celniveau toxische stoffen moet gaan wegnemen, om ervoor te zorgen dat je ook echt opmerkelijk beter op beterschap ondervindt. Dan hebben we nog koude flegma op long. Ik zou misschien zelf ook maar eens drinken. We gaan dadelijk ook nog dat warmteflegma op long bespreken. En het behandelpunt in NIER 26, die werkt daar ook, die werkt sowieso voor flegma op de long. Nu, koude flegma, dan zie je dat paarden, dat echt in mijn hoestbuien gaat, dat die vlok dat eruit vliegt op de grond, hè, dat zo voor die stallen ligt, dat echt wit zie. Stel nu dat je, hè, we gaan dat uiteraard niet van de grond trappen en dan er eens een keer op blazen, maar als je zelf, nu ga ik echt niet vies doen, hè, maar als je zelf zo doet, en je doet die rochel en je voelt dat die rochel in je keel zit en dat je dat in je mond hebt zitten. En je zou er dan precies zo een blaasje op kunnen maken. En dat ziet ook wit. Dan weet je, oké, ik zit hier met koude flegma op long. Ook, je gaat ook merken van, ik heb precies zo'n druk op mijn borst. Dat is precies of dat je zo niet de goede kunt doorademen. Flegma is eigenlijk een soort van een echt een rochel. Dus dat zorgt er ook voor dat dat de souplesse van je long dat ook begint te verdwijnen. Het is vandaar ook dat precies zo die druk op je borstkast geeft. In dat geval, als je met koude flegma op je long zit, dan gaat een astmapatiënt echt denken van, amai, maar nu is het echt nog 10 keer erger. Als je dan koude flegma eraf kunt halen, met onder andere NIER 26, maar uiteraard ook met uw blaas 13, dus uw punt van de long, uw longmeridiaan helemaal te gaan openzetten. Uw maag 36 ook mee gaan pakken ter ondersteuning. Kunt je ervoor zorgen dat gewoon heel snel kan opgelost worden. En koude flegma kan zowel acuut voorkomen bij een astmapatiënt als chronisch. Dus dat kan zijn dat gewoon jaren in je systeem zit en van het moment dat je erop gaat beginnen te behandelen, met acupunctuur of shiatsu, gaat het ervoor zorgen van, zelfs na 1 behandeling, ik kan precies toch wat beter ademen. Dan het warmteflegma op long. Als je dat kun je vooral tegen de mensen zeggen, iemand dat zo hard aan het hoesten is, dat je echt zegt, maar jongen, die blaft nogal, precies een hond. Dus zo'n blaffende hoest, ook dat gevoel van een druk op die borstkas, geel tot groen of oranje slijm, een heel rode tong met echt een heel vettige gele laag, dus dan moet je ook weer denken van, flegma is altijd vettig. En als er warmte bij komt, warmte moet je altijd denken ontsteking, dan is het zo geel, groen of oranje. Dus dat wijst echt op warmte. Dus hetgeen dat er uit dat paard gevlogen komt en je gaat voor die stal kijken en denkt van, die is toch echt wel fameus veel aan het hoesten en daar komt elke keer zo'n slijmprop mee uitgevlogen en heel die grond hangt vol. Ja, dan weet je ook wel van, je zit met warmte. Er moest nog een thee tussen, sorry. Je moet de warmteflegma van die long afhalen. En dat kan onder andere door echt lokaal weer te gaan werken op je long 1 en NIER 26, dus eigenlijk vlak naast het borstbeen. Dus bij die paarden ook, op die tekening kun je dat natuurlijk moeilijk zien, maar tussen het schouderblad en het, of eigenlijk de boeg en het borstbeen, daartussen lopen de meridianen van het conceptievat, de nier, de long
en de maag. Dus ook heel belangrijk om daar die zone heel goed los te werken. De long 5 ligt bij die paarden aan de voorkant, binnenkant van hun voorbeen. Ook nog belangrijk om dat warmteflegma op te lossen. En de long 10, die dat op de droogte van de pees ligt, net onder de voorknie, in combinatie met een blaas 8. En uiteraard ook weer, er zijn echt nog een heel deel andere punten dat je kunt gaan gebruiken, maar deze zijn ook wel goede punten om ervoor te zorgen dat je dat schoonlijkjes kunt wegpakken. Dan hebben we nog droogte op de long. Dat is eigenlijk niet zo erg als een long-yin-deficiëntie. Maar wat je wel hebt, is dat, dat je een droge keel hebt. Dus eigenlijk is alles droog. Vanaf het moment dat je van je longen begint tot terug eruit, je keel is droog. Je gaat echt behoefte hebben om wat te gaan drinken, die paarden ook. Die huid die is heel droog. En als je dat bij paarden gaat bekijken, dat kan aan twee kanten gaan. Ofwel zit je met een droge huid, als in dat je niet echt iets ziet, maar zie je best wel wat korstjes of schilfertjes. Of die droge huid komt eigenlijk nadat die poriën de hele tijd hebben opengestaan, dat die eigenlijk de longchi te laag is gegaan. En dan zit er nog met zo'n heel vettige vacht. Dus dan lijkt het of dat er heel veel vet op zit, op die vacht. Maar eigenlijk is dat je long dat eigenlijk al helemaal uitgedroogd is. Bij jezelf is dat natuurlijk veel makkelijker te zien. Zeker van het moment dat je handen, dat je denkt van oei, ik heb precies droge handen en je begint er wat smeerseltjes op te doen. Dan moet je ook al denken, maar waarom is mijn hand ineens zo droog? Of waarom zijn mijn armen of mijn benen in één keer zo droog? Ah ja, ik heb ook een droge keel. En ik moet zo wat meer mijn keel schrapen. En ik heb wel wat meer dorst. Dus dan kun je gaan denken, misschien kan ik gewoon op mijn longmeridiaan. Dus je kunt het eigenlijk zelf ook doen. Als je de binnenkant van je arm masseert richting je duim, op die lijn dat je hebt, zorg dat er ook voor dat je die energie zelf in de gang kunt zetten. Je kunt zelfs zo en zo lostrommelen aan beide kanten. Al die meridianen zitten trouwens aan beide kanten. En je kunt meridiaanstretches doen. Je moet dat maar eens een keer opzoeken op internet. Meridiaanstretches, dat is trouwens hetgene wat we bij de paarden ook doen. Heel specifiek voor die meridianen, die benen gaan stretchen, waarbij dat je niet alleen die spieren kunt gaan ontspannen, maar er ook echt voor kunt gaan zorgen dat de energie goed door die meridianen stroomt. En de tong, dus dat je je vinger in je mond steekt, er zitten ook een aantal behandelpunten op de voorkant onder die lippen en aan de binnenkant van de gehemelte. Maar als je merkt van, tja, amai, zeg, dat is nogal een droge mond, dan moet er ook altijd zo een alarmbelletje gaan rinkelen. En dat kun je behandelen met long 3, long 6 en long 10. Dan heb je als laatste de rebellerende long chi. De long chi, dus de energie van de long, eigenlijk moet je moet kunnen inademen en dan moet je die energie, we moeten dat gewoon even voorstellen, moet die energie naar beneden in je lijf getrokken worden. Dus de richting van de long moet eigenlijk naar beneden gaan. Als ze zeggen rebellerende chi, moet dat zeggen een chi of een energie die in opstand begint te komen. Dus wat gaat je doen? Iemand tegenovergestelde als dat een normaal gezien moet doen. Dus wat krijg je bij een rebellerende long chi? Dat is altijd een hoestje. En meestal ook omdat uw zuurstof wordt nimmer goed naar beneden getrokken, in je systeem getrokken. Dus je begint het ook redelijk benauwd te krijgen. Als je dat bij jezelf ervaart, kun je ook nog een heel deel punten hier op je borstkas zelf gaan duwen. Je kunt ook gewoon, als King Kong, op die borst beginnen te trommelen. Je kunt langs de zijkant van je... hier langs de zijkant op je ribbenkas gaan duwen. Je kunt heel veel stretches gaan beginnen te doen om ervoor te zorgen dat je de energie ook weer terug goed kunt laten stromen. Rebellerend moet ook altijd denken, het doet niet wat het moet doen. Dus als je weet, die long chi dat moet normaal gezien goed werken, en je begint nu anders te doen dan anders, dat klopt niet. Als je dat bijvoorbeeld met een maag chi hebt, dan ga je zelf zoiets hebben van, maar ik moet heel veel hikken, of ik moet heel veel boeren, of ik heb heel veel last van maagzuur.
dan heb je een rebellerende maag. Heb je een rebellerende lever, die doet dat helemaal niet wat je wilt, die kan zelfs voor irritatie, agressie, woedeuitbarstingen zorgen. Dus dan weet je ook van, ah ja, die lever zal wel niet in orde zijn. En dat zijn van die dingen, dat kunnen perfect met shiatsu alleen terug in balans brengen. Zijn er momenteel vragen? Ik kan eens even in de chat ook doen. Sophie vraagt, flegma is toch altijd warm? Nee, dus flegma is koud of warm. Maar flegma is wel altijd dik en vettig. Of zelfs, flegma kun je ook gaan hebben als zijnde nierstenen bijvoorbeeld. Blaasstenen. Dus al hetgeen dat zelfs kistenvorming, dat begint met vocht en dat wordt gevormd naar flegma. Dus het is eigenlijk de flegma dat warm of koud kan zijn. Wind kan warm of koud zijn. Vocht kan warm of koud zijn. Dus dat zijn... aan de hand van de symptomen kunnen eigenlijk gaan definiëren wat het exact is. Maar dat is echt iets voor de pro. Ik weet dat is gewoon gigantisch veel dat er nu zo doorgaat. Maar de bedoeling is dat je... Ja, gewoon al eens een keer weet van, ah ja, maar van wat kan die hoest nu eigenlijk allemaal komen? Ja, als je al langer met een... als je paard al chronisch aan het hoesten is en die heeft ook een stofallergie bijvoorbeeld, dan kun je niet alleen op de long gaan werken, maar gaan we ook altijd die nieren gaan ondersteunen. Omdat de nieren, Chinees gezien, gaat dan, als je dat tegen een dierenarts vertelt, again, die gaat echt verzot verklaren. Maar Chinees gezien hebben de nieren een bevochtigende invloed op de longen, op de huid. Gaan die er eigenlijk voor zorgen dat er een wisselwerking is tussen die twee. Dus als we zien van, dat er klopt iets niet, dan moeten we gaan kijken, oké, maar wat klopt er niet? Zit het effectief op de longen of komt het nog van ergens anders? Robin de Tekenaar, denk ik dat is. Mijn paardje is 2 weken terug beginnen hoesten. Het was toen heel droog. Dus ik denk dat het van droog hooi en stof was. Zou dat kunnen? Sinds vandaag heb ik hem niet meer horen hoesten. Ik krijg de kruidenmix van Equifit. Dat zijn inderdaad heel goede kruiden ook. Als je hier... Wacht, ik ga eens even zien dat ik kan teruggaan. Je gaat eerst met een long qi deficiëntie gezeten hebben. En dus dan gaat de paard misschien een klein beetje lomer geweest zijn. Vervolgens gaat hij een long yin deficiëntie gehad hebben. Maar uiteraard niet zo dramatisch. Want de symptomen van een long yin deficiëntie kan van heel lichtjes gaan. Dus dat je gewoon dorst hebt, dat je gewoon wat hees bent. Dat je gewoon precies wat rode wangetjes begint te krijgen. En dat je merkt van, ah ja, ik begin wel zo'n droge hoest te krijgen. Dus dat hoeft nog niet. In eerste instantie is een lichte long-yin-deficiëntie helemaal nog niet zo dramatisch dat er allemaal bloed bij komt. Hè. Dus de long-yin-deficiëntie. En dan kan het eigenlijk naar alle kanten gaan. Dus naar gelang het lichaam reageert op een specifieke ziekmakende factor. Naar gelang hoe dat je lichaam reageert, kan dat ofwel verder gaan in de long-yin-deficiëntie of kan dat omslaan naar longdroogte. Dus dat was eigenlijk het laatste dat we hier gezien hadden. Maar wanneer gaat dat over? Vanaf het moment dat heel vaak externe omstandigheden veranderen. Dus als je nu, dat je nu een paar dagen goed geregend, de luchtvochtigheid is ook nog helemaal anders dan een paar dagen of een paar weken geleden. Als het te lang duurt, dan weet je ook van, dat kan daar wel eens een keer mee te maken hebben. Dus wat kun je op voorhand al doen als je weet dat er binnenkort nog eens een keer zo'n droge periode aankomt? Dat is inderdaad ook goed dat je het hooi al wat nat maakt om ervoor te zorgen dat die prikkel wat onderdrukt wordt. Maar eigenlijk moet je aan de oorzaak van het verhaal iets doen. Allee, je moet niks. Je kunt aan de oorzaak van het verhaal iets doen. En want je kunt wel kruiden gaan bijgeven. Je kunt het hooi nat maken. Maar als je long droog blijft, dan ga je dat heel de rest van dat paardenleven misschien moeten doen. Dat zal nu niet zijn, want je zegt dat het nu wel gestopt is. Maar dat kan zijn dat die een zwakker orgaan is. En hoe ouder dat die gaat worden, hoe regelmatiger dat die er last van heeft. Tenzij dat je die longenergie gaat ondersteunen, onder andere met shiatsu. Maar je kunt ook met voedingssupplementen
ervoor gaan zorgen dat de algemene conditie van je paard gewoon veel hoger gaat en dat de algemene energie van al die organen, dat die ook gewoon omhoog gaat. Maar daarvoor moet je eigenlijk eerst je paardje zien of je moet even een video doorsturen of een aantal foto's ook van dat je kunt zien hoe dat die huid is, hoe dat die zijn eigen gedraagt. Ik krijg al een shiatsu-behandeling. De donderdag. Dan, wel, laat maar even weten wat er is uitgekomen, wat ze gedaan hebben en of dat dan ook effectief wegblijft. En vergeet vooral niet zelf een filmpje te maken, hoe dat ze dat aan het doen zijn, dat je dat zelf ook dat je zelf zo goed mogelijk je paard kunt ondersteunen. Want het is wel allemaal Chinees, wat we hier aan het vertellen zijn, maar eigenlijk eens dat je doorhebt wat dat de oorzaak van die klachten is en hoe dat je moet gaan nadenken, wordt dat eigenlijk wel redelijk simpel. En dat is ook iets dat je... nu, deze is echt voor de pro. Hetgeen dat je hier ziet staan op die slide. Dat is een opleiding van 1,5 jaar, waarbij dat je echt al die... waarbij dat je al die specifieke klachten, patronen, ziekmakende factoren, dat je dat eigenlijk allemaal gaat leren. En dat je dan ook gaat doorhebben van... Amai zeg, heb ik veel laten liggen in het verleden? Of van... daarom komt dat! Dus de... Er zijn heel veel aha-momentjes dat je in zo'n pro hebt. Maar om daaraan te kunnen beginnen, als je daarin geïnteresseerd bent, dan begin je gewoon met een kennismaking. Een kennismakingsseminar. En nu mogen we eindelijk terug de opleidingen laten doorgaan. Dus dan kom je naar hier in Bevel. We hebben dat een hele tijd online gedaan. Maar dat is natuurlijk nooit zo fijn, niet, omdat je moet dat kunnen voelen met die paarden. Je moet dat met die honden kunnen voelen. Dus dat is echt wel... Ja, dat is echt wel de moeite voor eens een keer te komen zien van... Maar wat is dat nu feitelijk, die shiatsu? En hoe voelt dat dan? En dus dat is eigenlijk hetgeen dat er op zo'n kennismakingstraining uitgelegd wordt. Als je dan denkt van... dat zou toch wel iets voor mijn eigen paard kunnen zijn. Dan kun je doorschakelen naar een shiatsu basics. En dat kunnen zowel in Kampenhout als in Oud-Turnhout in Rijkenvorstel voor de honden. En in Bevel ook voor de honden en de paarden. Kunnen dat gaan volgen. En dan leren we je eigenlijk hoe dat je van een hond van kop tot staart en van een paard tot hoofd en voeten en staart dat je een ontspanningsbehandeling kunt geven. En daarbij kom je dus over echt al die meridianen al dat je hier op de presentatie al hebt kunnen aanschouwen, om zo te zeggen. Zonder dat je ook effectief weet van dat is dat punt. Maar je gaat wel al over al die meridianen. Dus de kracht van zo'n basisbehandeling, dat is echt al gewoon immens. Dus daar kun je al heel veel stukjes en kleine klachten en kwaaltjes daarmee opgelost krijgen. Van daaruit kun je verder stromen naar een Shiatsu Advanced. En we beginnen deze zomer trouwens met dat is eigenlijk een heel intensieve week, waarbij dat je de basis... modules van een advanced, dat je die al gezien hebt en dat je eventueel later nog kunt doorstromen vanaf september ook op eigen tempo, dat je kunt zien van ik wil dan heel graag specifieke behandel, een specifieke opleidingstempo gaan hebben. Renata, als je een opleiding wilt volgen, moet je dan een eigen paard meebrengen. Dan mag in Kampenhout en Oud-Turnhout, Kampenhout, Oud-Turnhout. Maar dat hoeft niet. Dus meestal zijn de mensen iets relaxer als ze gewoon zonder een eigen paard kunnen komen. Maar het is wel zo, als je graag hebt dat je specifiek je paard al eens een keer laat onderzoeken, om te zien van, maar thuis eraan en let nog wat meer op dat en dat, kunnen we dat zeker doen. Maar wat je ook nog gaat zien, is dat wanneer dat je aankomt, tijdens zo'n Shiatsu Basics, dan vult je eerst een vragenlijst in. En op basis van die vragenlijst gaan we dan ook zien dat we zowel die basis geven als heel specifiek voor je eigen paard wat je al kunt doen. Dus dat is ook nog wel een hele toffe om te weten van ik hoef niet mijn eigen paard mee te brengen, maar de problemen dat ik ermee heb, kunnen we die een dag ook wel aanhalen. Zie dat je zeker een telefoon mee hebt, dat je filmpjes kunt maken, dat je daarna... als je dat thuis gaat doen, dat je ook weet welke punten dat je juist moet doen. Dan voor de Shiatsu Pro, die wordt in Kampenhout en Oud-Turnhout gegeven. Die opleiding is 1,5 jaar en daar begint je echt gewoon volgens de 5 elementen. Dus dat wil zeggen, de
het vuur, aarde, water, metaal en hout element. Daar gaan we trouwens binnenkort ook nog een webinar over geven. Hoe dat je dat kunt gebruiken, hoe dat die linken bij elkaar zijn, hoe dat ziektes daaronder passen, hoe dat de verschillende karakters eronder passen. Dus dat is ook wel een hele toffe om te doen. En van daaruit vertrek je eigenlijk verder naar al die specifieke meridianen, de specifieke behandeltechnieken, de acupunctuurpunten, ja, om er op die manier voor te zorgen dat je ook helemaal klaargestoomd wordt om er echt je job van te maken. We hebben ook voor de mensen, dat is alleen voor de mensen die daar ooit al eens een keer een kennismaking gevolgd hebben, dat echt wel geïnteresseerd zijn in de shiatsu, of dat al weten wat de shiatsu is. We organiseren 11 juli, een infodag, maar specifiek ter voorbereiding van zo'n Shiatsu Pro. Dus dat houdt in dat je al een klein stukje initiatie hebt, dat je de info over de opleiding krijgt, dus dat je ook een keer dat lesmateriaal kunt doornemen, dat je vragen daarover kunt stellen. We organiseren ook een mini-workshop starten als zelfstandige, want het is ook wel belangrijk om te weten van hoe moet ik dat nu feitelijk doen, hoe moet ik nu alles opstarten, is er wel werk, hoe geraak ik aan die mensen, hoe kan ik de uitleg doen dat mensen mij begrijpen of dat die mij laten afkomen. Dus dat zijn dingen dat we op zo'n dag, dat is echt een volledige dag, dat is hier in Bevel, dat we gewoon een hele dag aan de slag gaan. Dat is ook uiteraard met de corona voor een heel beperkt publiek. En ook enkel en alleen voor de mensen die geïnteresseerd zijn om er ook een job van te maken. Dus met dat stukje mocht je eigen inschrijven voor de infodag. Die is volledig gratis. En je gaat ook wel merken dat niet alleen een hele fijne dag is, een leerrijke dag is, maar dat je dan na die dag ook weet van oké, wat wil ik nu? Waar kan ik naartoe? Hoe kan ik dat allemaal aanpakken? Dus op die manier kunnen daar eigenlijk mee verder gaan dan die dag. Misschien nog even een vraagje. Vera vraagt, gaat de zomercursus ook door een oud-turnout? Enkel in Grimbergen. En Sofie die zegt, de puzzel begint langzaam in elkaar te passen. Ik heb een filmpje doorgestuurd van Basiel, die inderdaad koude wind had. Met die regen en koude, geen hoest, wel snot en prut. Volgende dag oké. Dus gaat hem inderdaad een 0 grams deken kunnen omdoen. Maar in principe, vanaf het moment dat die wind gaat liggen en de paarden kunnen dan uit een tocht staan. Want soms denken die wel van, de tocht wel een beetje, maar die doen gewoon hun hoofd naar beneden. En die willen dan toch per se doorgrazen. Grazen is dan belangrijker dan uit die tocht te gaan staan. Sophie, ik weet dat bij u, dat is allemaal, dat is een paradijs daar. Dus die kunnen echt wel kiezen waar ze gaan staan. Maar dan als je bijvoorbeeld weet van, de Basiel is daar redelijk gevoelig aan en je weet dat het wat slechter weer gaat worden in de zin dat het wat meer gaat waaien en of regen, dan kun je inderdaad zo'n 0 grams deken erop gooien. Enkel en alleen om je tegen die externe wind te beschermen. En dat mag perfect ook zo'n exeemdeken zijn of gewoon alleen zo'n nekstuk dat ze zo onder als borstbescherming doen voor onder dekens te steken. Dat kan ook perfect, hè. En dan Renata vraagt, is de bedoeling dat je eerst de kennismaking doet, dan de basics, of je kunt ineens aan de basics? Je kunt ineens aan de basics. Daar gaat het uiteraard een hele dag ondergedompeld worden in wat dat shiatsu is. Dus dan weet je al wel gelijk van, oké, dat gaat helemaal mijn ding zijn, of niet? Want sommige mensen die zijn heel enthousiast en die beginnen eraan en die denken van, dat is super tof voor mijn eigen paard. Dat is eigenlijk ook de bedoeling van die een dag. Echt voor je eigen paard. Maar als daar die kriebel zit, die goesting, die drive, en je denkt echt van, potverdikke jongen, dat is hetgeen dat ik wil gaan doen. Daar heb ik goesting in om dat elke dag te gaan doen. Dan kun je inderdaad doorstromen naar een Shiatsu Advanced of een Shiatsu Pro. En Sophie, uiteraard, een zebra deken is prima. En Robin, dat is nou de vraag van Robin. Ik ga nog even wachten. De SD89964, je mocht gerust je vraagje nog tippen. Ik ga ondertussen het webinar afsluiten.
Ik zal de chat ook nog even laten openstaan. Mocht het zijn dat je zegt van hey, dat was een interessant webinar en je wilt dat doorsturen, vanaf morgen zal dat online staan. Dus dan kun je dat bij de opleidingen zelf, of zeg ik nu, op de website zelf, sorry, gaan downloaden. En dan kun je dat eventueel ook doorsturen. Dus dat mag gerust gedeeld worden. Hebben jullie er iets aan gehad? Of althans iets nuttig en iets bruikbaars aan gehad? Ah, dat is toch goed. Ah, Lana, zoals altijd. Ja, dat is keigraag gedaan, hè. Voilà. Als er nog vragen zijn over, over die behandeltechnieken of zo, je kunt ook altijd een mailtje sturen. Of een filmpje doorsturen. Dan proberen we dat te bekijken. En ja, er zijn ook heel veel mensen dat de shiatsu al doen. Dus stel dat we iemand weten dat bij u in de buurt zit, kunnen we die ook even goed naar jullie doorsturen. Hè? Livina, ja, je kunt via de website inschrijven voor de infodag. Denk ik toch. Ik denk dat Jana dat wel al in orde heeft gebracht, dus ik ben niet zeker. Mocht het zijn dat dat niet kan, stuur mij gewoon even een berichtje. En Sophie die vraagt dit weekend les. Ik moet dit weekend les geven, ja, maar niet aan u. Aan de mensen van de honden. Dus voilà. Oké, ladies. Ik wil jullie nog een super fijne avond toewensen. En laat maar weten als er nog iets is. Hè. Tot binnenkort, hè.